Big. Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. De panda-tweeling. Peppa gaat met haar vrienden naar school. Peggy en Pandora Panda komen ook. Het is hun eerste dag op school. Een fijne dag, meisjes. Dank je wel, papa. Denk erom, hou je oren en ogen open. Ja, papa. Ik zal u straks bellen om te laten weten hoe het met ze gaat. Goedemorgen, kinderen. Goedemorgen, mevrouw Gazelle. Vandaag krijgen wij er twee nieuwe leerlingen bij in onze klas. Pandora Panda. Hallo. En Peggy Panda. Hallo allemaal. Hallo. Wauw, jullie zien er hetzelfde uit. Dat komt omdat wij een eeneiige tweeling zijn. Eeneiige tweelingen lijken op elkaar. Worden jullie wel eens door elkaar gehaald? Soms wel, maar dat geeft niet. We zijn eraan gewend. Peggy, Pandora, het is jullie eerste dag in de klas, dus jullie mogen kiezen wat we vandaag gaan doen. Wij houden van mysteries oplossen en we houden van puzzelen. Mysteries en puzzels. Eens even denken. Oh, we hebben hier een grote legpuzzel. Hoera! Wij zijn dol op legpuzzels. Dit ziet eruit als een wolk. En hier is een zon. Misschien passen die stukjes in elkaar. Nee, de stukjes passen niet. Misschien moet je het stukje omdraaien. Nu passen ze wel. Weet jij waar dit stuk hoort? Leg de blauwe lucht eens bij de blauwe lucht. Het past. En het groene gras bij het groene gras. De legpuzzel is af. Het is een plaatje van een huis op een zonnige dag. Goed gedaan, kinderen. Jullie hebben goed samengewerkt. Hebben jullie het fijn hier, Pandora en Peggy? Ja, heel erg. Wij zijn dol op puzzelen. En op mysteries oplossen. Onze vader is politieagent. Oeh! Ik wil ook politieagent worden als ik groot ben. De politie rijdt in auto's met zwaailichten. En sirenes. Tatu, tatu, tatu. Misschien is dit een goed moment om jullie vader te bellen en hem te vertellen hoe het met jullie gaat. Oh, waar is mijn telefoon? Ik heb hem vast ergens neergelegd. Bent u uw telefoon kwijt, mevrouw Gazelle? Ja, ik had hem net nog. Daar kan hij zijn. Waar had u hem voor het laatst? Als ik dat wist, Suzie, dan zou ik er niet naar hoeven zoeken, of wel? Waarom legt u spullen niet altijd op dezelfde plek, mevrouw Gazelle? Dan weet u waar ze zijn. Dat is een uitstekend advies, Suzie. Maar het is niet altijd mogelijk om iets neer te leggen op dezelfde plek elke keer. Wij kunnen u helpen zoeken. Nee, volgens mij ben ik hem kwijt. Oh, wat een mysterie. Onze papa zegt altijd, hou je oren en je ogen open. Ja? Nou, als we onze oren open houden en iemand naar uw telefoon belt, dan horen wij hem rinkelen. En vinden wij mijn telefoon. Goed idee. Peggy en Pandora zijn erg goed in het oplossen van mysteries. Goed. Wie van jullie heeft een telefoon? Mevrouw Gazelle, we zijn nog kleine kinderen. Kleine kinderen hebben geen mobiele telefoon. Oh ja, natuurlijk. Hallo. Daar zijn de ouders om de kinderen op te halen. Goedemiddag, mama's en papa's. Zou een van jullie naar mijn telefoon willen bellen? Ik wil u best bellen, mevrouw Gazelle. Maar is het niet simpeler om met u te praten? Ik ben mijn telefoon kwijt. Als u mij belt, horen wij hem rinkelen. En dan vindt u uw telefoon. Ik begrijp het al. Briljant. Oh, hij zit in mijn aantas. Hij heeft de hele tijd in uw tas gezeten. Ja, het spijt me heel erg, jongens. Wat een slim idee om de telefoon te bellen om hem te vinden. Zeker, dat hadden Peggy en Pandora bedacht. Wat? Hebben jullie de zaak van de verdwenen telefoon opgelost? Ja! Ik ben trots op jullie. Peggy en Pandora Panda zijn dol op het oplossen van mysteries. Iedereen is dol op het oplossen van mysteries.